Heel goeie avond. Zoals de prijzen nu liggen, stevend de energiefactuur voor een gemiddeld huishouden af op 10.000 euro per jaar. Het enige wat u daaraan kunt doen momenteel is minder gas en stroom verbruiken. Premier De Croo bezoekt vandaag Noorwegen, onze grootste gasleverancier. Wij stuurden onze energiespecialist Luc Pauwels mee en zijn verslag ziet u om 7 uur. C'est pas dérangeant, mais bon, c'est quand même plus chouette d'avoir plus de vacances. In het Franstalige onderwijs was het vandaag al de eerste schooldag. Voortaan hebben ze daar een kortere zomervakantie en een langere herfst- en krokusvakantie. Dat moet leerachterstand tegengaan bij zwakkere leerlingen. De NASA heeft vandaag dan toch geen onbemande raket naar de maan gestuurd. De lancering was voor vanmiddag onze tijd, maar er waren technische problemen om een van de motoren te koelen. Als de problemen opgelost raken, volgt er nu vrijdag een nieuwe poging. Ik geef daar een vroomtje aan. Ah. Dus dat je zo draait en dan zo. Kijk, krak. Maar niet u, nee, juist een vroomtje. Ja. En minister van Landbouw Hilde Krevits krijgt uitleg over garnalenpellen. De grijze garnaal is uitgeroepen tot vis van het jaar, al is het strikt genomen geen vis. De bedoeling is vooral de kleine economische sector van de garnaalvisserij wat promotionele steun te geven. Dat en veel meer straks in ons journaal van 7 uur. Tot dan.